Infrabel heeft in België de voorbije jaren honderden kilometer spoor uitgerust met het ETCS-systeem. ETCS is een Europees veiligheidssysteem en daarom wordt er ook nauw samengewerkt met de buurlanden. Vandaag testen we de grensovergang van Aubange en Atus in België naar Rodange in Luxemburg. Dat is de eerste keer dat we bij Infrabel een ETCS-project hebben dat internationaal is. Het feit dat er een grensovergang bij zit met alle complexiteiten die daarmee gepaard gaan, een verandering van reglementen en zo op de grens, dat is toch iets nieuws voor ons. Daarom is er in het kader van dit project een hele samenwerking geweest tussen de Belgische spoorwegen Infrabel en de Luxemburgse spoorwegen, de CFL. We hebben samen met hen het hele design gemaakt, het ontwerp van deze ETCS-installatie en ook de testen vandaag, die doen we gezamenlijk. De invoering van het ETCS-systeem in andere Europese landen zal ook zorgen voor een eenduidigere regelgeving. Vandaag de dag verschilt die nog van land tot land. Je suis un mécanicien qui vient de la Belgique, passe au Luxembourg. Pour passer en France, il a trois signalisations ou trois réglementations qu'il doit connaître. Belgen zijn naar links geplaatst, komen in Luxemburg zijn naar rechts geplaatst. Andere betekenis, andere vorm van zijn. En in de toekomst, als we ETCS gaan hebben, dan gaat dat universeel zijn voor alle landen die meewerken aan het ETCS-systeem. Wanneer dit laatste stukje in dienst genomen zal worden, kan een trein van in Luxemburg tot in Antwerpen rijden met enkel het ETCS-systeem aan boord. Dus op termijn moeten de treinconstructeurs al die andere klassieke systemen niet meer installeren. En uiteraard, ETCS is ook een heel stuk veiliger dan onze klassieke systemen. Maar voor het zover is, moet er eerst grondig getest worden. Wij gaan dus met onze trein eigenlijk gewoon doen wat dat elke trein hier in de toekomst gaat doen. Dus wij vertrekken vanuit het station, we rijden de grens over en we gaan dan controleren of alle remcurves en alle doelafstanden correct zijn. Voor aujourd'hui, en tout cas, ce sera un minimum d'une quinzaine de scénario's pour vraiment analyser plusieurs tests et probablement demain également faire d'autres scénario's qui n'auront pas été faits aujourd'hui. De ETCS-testen verliepen zeer goed. En dit dankzij een uitstekende samenwerking tussen Infrabel en CFL.